Hoeveel boek heb je nou geschreven? Eén. Maar één? Ja. Maar die heb je echt. Want dat is blondjes Lekker beter. Ja. Waarom heb jij er maar één geschreven? Omdat die gewoon blijven verkopen. Nou, ik zou vorig jaar zou ik, uh, een tweede boek uh, opleveren. Ja. Uh, het is me niet gelukt. Want ja. Dat ik. moet je niet heel jaar op het strand hangen. Want ja. ik zie op, op social zie ik jou dan weer, zeg maar, met, met je wilde haren door het strand heen denderen. Ja. Was ja. dat de reden? Nee, dat was niet de reden. Ik, uh, ik, heb er gewoon, ik schaam me er ook dood voor, eigenlijk. Ja. Ik zit wel te lachen, maar ik vind het eigenlijk heel verdrietig. Nou, vertel dan. Nee, het, uh, het lukte mij niet. Kijk, dat eerste boek was. Um uh, dat was iets waar ik al jaren mee rondliep. Ik wil een boek over beleggen schrijven. Ja. Nou, in al die jaren diverse uitgevers gesproken die ook naar mij toe kwamen, maar die zagen dan het idee niet zo zitten. Ik had het zelf ook nog niet helemaal op orde. Totdat er dan een uitgever is die wel heel enthousiast is, waarmee een hele, een hele goede klik had. En ik zelf ook echt heel duidelijk wist: oh ja, zo wil ik het gaan vertellen. Nou, dat boek heb ik geschreven. Ik wilde heel graag dat dat er kwam en dat het goed was. Ja. Uh, en nu dat tweede boek, ik heb wel een enigszins andere insteek... maar ik had toch een beetje het gevoel dat ik mezelf erg zat te herhalen. Ja, ja. En ik wil dan niet een soort slap aftreksel maken. Mm. En sowieso, schrijven is voor mij uh, echt wel hels. Ja. ja. <laughs> ik moet mezelf echt wel dwingen om uh, dan te gaan schrijven. En maar, steeds maar... tegen mezelf ook zeggen van... Uh, Tikken niet nadenken. Eerst schrijven en dan pas. De beoordelen ja. en jezelf ja. gek maken. En dat werkt daar ben je, heel ja. goed. Dat ken je een beetje, want daar ben je wel goed in. Hè? Dat je in je hoofd uh, zeg maar heel chaotisch jezelf gaat naar beneden gaat trekken. Ja, zeker. Ik ja. ben echt wel mijn eigen grootste criticus. Ja. Want ja. Die, dat tweede boek, van wie kwam dat idee? Van dezelfde uitgever? Of van jou, of van jullie samen, of van de Nee, van ons samen. Oké, okay, wel met de, ja. de huidige uitgever waar je het eerste boek ja. op mee meegemaakt hebt. Ja. Maar is dat dan nu ook echt helemaal stopgezet als zijnde mislukt project? We hebben het in de ijskast gezet. In de ijskast. En kijk, ik heb echt de deadline ver overschreven. En hm. ik heb een journalistieke achtergrond. En het, een, het niet halen van een deadline is echt een doodzonde. Zo voel ik het ook. Um, maar dat was dus al de derde keer. En toen hebben we gezegd van laten we het nu even in de ijskast zetten... En ik meld me weer als ik 80% heb geschreven. Hmm. Dat haalt een beetje de druk ervan af. Ze, ze willen hem nog wel publishen. Maar laat maar weten als het gelukt is. Ja. Nou, dat, ja. Is best, dat is best soepel van ze. Ja, dat is heel fijn. Ja. Ja. Want verdien je geld met zo'n boek? Met Blondje Black beter? Ja, hartstikke veel. Echt waar? Ja. Maar ja. kun je daar iets over vertellen? Ja, uh, ja want ik had dat niet verwacht. Nee, want je hoort altijd van mensen: ja, boek schrijven, dan moet je het voor het geld niet doen. Want, nee, uh, moet je het, ook niet doen. Maar, maar jij dus blijkbaar wel. Nou, uh, ja, kijk, van mijn boek zijn inmiddels tegen de 40.000 exemplaren verkocht. Ja. En dat had ik nooit verwacht. Dat kijk, is veel hè, voor Nederland. Het is waanzinnig veel. Waanzinnig ja. veel. Ja. En, het, en weet je, het heeft zelfs in uh, een zeven elf weken, denk ik, in de bestseller uh, 60 gestaan van, uh, de, van CPMB. Dus dan sta je tussen de romans. Ja. Tussen echt hele bekende boeken. Ja. Het zijn er wel zestig, maar hè? Ja, 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 ja. Nee, maar ja, maar nee, Maar goed, daar hebben we chapeau. toch echt uh, ja, uh, weken in gestaan. Dat is echt heel bijzonder. En het heeft mij ook heel erg verrast. Want ik heb dat boek geschreven en ik dacht, nou, wie ben ik? Als 500 mensen het kopen, dan ben ik al blij hoor. Uh, Zoveel mensen ken ik wel. Ja, maar het, het, weet je, het is ook zo, kijk, een boek moet je schrijven omdat het moet eruit moet. Je wilt zelf ja. iets uh, aan andere mensen overbrengen. En je hebt het idee van het is er nog niet, ik wil dat brengen. Althans, zo was het voor mij. En ik dacht, nou hoe het verder met de verkoop zit, uh, dat, dat zien we dan wel. Ja, het zou fijn zijn als uh, een paar mensen dat willen kopen. Mm -hmm. Maar ik heb daarnaast ook geluk gehad. Hè? Want uh, het kwam eind 2020 uit. En iedereen zei, ook toen de uitgever of de acquirerend redacteur... waar ik contact mee had, die was wel enthousiast. Maar zijn Eind collega's... Eind 2020 zeg je dat nou? Nee, begin 2020. Oh, dat januari. Dus uit, ook in januari 2020. Volgens ja. mij gevoel is het al een ouder boek. Nee. Dus nee. net voor corona. Net voor corona, precies. En weet je, uh, nou, dat wou ik zeggen. Al die tijd was niemand echt super enthousiast hè, over een, een boek over beleggen boring. Ja. Ja. En hij was wel enthousiast en ik wilde het zelf heel graag. En dan kwam het uit en toen heb ik dus heel veel geluk gehad met de timing. Plotseling kwam dus, uh, nou, anderhalve maand later zaten we ineens op het dieptepunt van corona met lockdowns waarbij mensen niks meer te doen hadden, uh, behalve online Dingen doen. Dus uh, ook uh, uh, boeken lezen en zich verder verdiepen in beleggen. Beleggen kan je natuurlijk ook goed online doen. En er gebeurde veel op de beurs. En veel mensen durfden toen ineens te starten. Ja. Want die dachten: ja, het is nu zo ver gedaald, mm -hmm. dan durf ik wel te kopen. Mm -hmm. En dat heeft uh, voor mij heel veel betekend. Dat, uh, daar, he, he, heel veel mensen hebben toen mijn boek gekocht. Plus, het was ook nog een nieuws. Ding, dus ik heb ook veel media-aandacht ja, gehad, wat ook weer een effect heeft op de verkoop, natuurlijk. Ja, ja, en en je hebt een goede deal met de uitgever, dan dus ja, ik heb gewoon een, een goede deal. Weet je wel, op een gegeven moment, want dat is zo: je krijgt uh, nou iets van een euro per boek, um, maar nu weet ik niet het exacte, uh, alle exacte percentages meer uit mijn hoofd hoor. Mm -hmm. um, maar het heeft voor mij wel een aantal keren heel grappig. Als je oh, je hadden te... zo'n trapje afgesproken. Hoe, hoe succesvoller het wordt, hoe meer je verdient. Of was het, is het, want als het een eurotje is per boek, dan kan ik uitrekenen wat je eraan verdiend hebt. Ja, precies. Dat zou je dan zeggen. Daarom denk ik ook van nee, er kwam dus nog meer bij. Maar ja. dat weet ik nu niet meer helemaal precies. Het <laughs> <laughs> <Dat is> erg. <laughs> ha, dat is toch geweldig, dit? Maar, maar, want je hebt het, er, je hebt er meer dan 40.000 euro aan verdiend. Ja, volgens ja. mij wel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Hoe kan het toch zijn dat jij van dat soort chaotische kenmerken hebt, maar aan de andere kant zo in die geldbusiness zit. Hoe kan dat? Ja, dat snap ik zelf eigenlijk. Ook niet. Ja, ja. ja, weet je wat het is? Nou. Uh, kijk, ik, ja, het heeft ook iets te maken met... Voor mij echt, dat ik oprecht denk: ik wil gewoon een leuk boek. En ja. beleggen kan zo leuk zijn. Dat moeten mensen weten. dat ja. kun jij ook. En oh, ik ga het opschrijven dat het niet zo droog en saai is. En oh, dan ben ik eigenlijk alleen maar met die inhoud bezig. En uh, ja, natuurlijk is er ook een contract geweest. Dat heb ik echt wel doorgelezen. <laughs> maar ik heb me toch helemaal niet gerealiseerd dat dat ook geld kan gaan opleveren. Ja. En uh, ja, <laughs> dat. Ja, ik snap, nou ja, dat snap ik zelf ook niet. Maar misschien wel dus omdat ik zo eigenlijk vooral op de inhoud uh, ja. wat dat betreft gefocust er zat was. Dus dat een duidelijke intrinsieke motivatie achter om dat boek te schrijven vanuit jezelf. Ja, ja. Want ben jij geordend en gestructureerd in jouw beleggingsstrategie? Nou, daar ben ik eigenlijk ook relatief uh, chaotisch in hoor. Maar uh, ik, vind, ik vind mezelf ook dat vaak heel erg een twijfel komt. Uh, maar je zou kunnen zeggen dat het gewoon een kwestie van heel veel research doen en lang in die onderzoekende fase blijven. En uiteindelijk, als ik, als ik een aandeel onderzoek, uh, dan ja, dat, dat ken je zelf waarschijnlijk ook wel als je iets googelt waar, over welk onderwerp dan ook. Dan ga je echt zo die rabbit hole in. Dus je ja. kan steeds verder, verder, verder. Nou, dat ja. kan met die bedrijven ook. Ja. Dan lees je een artikel en dan denk je: Wacht even. Hè? Mm. Uh, hebben ze nu al de vierde CEO in zoveel jaar? Oh, waarom ging de eerste dan precies weg? En dan leidt dat weer tot de volgende. Nou ja, en dat wil ik dan eerst allemaal weten voordat ik dat besluit neem. Dat besluit mm. komt uiteindelijk wel. Uh, dus is dat chaotisch? Nee, dit klinkt niet als chaotisch. Nee, nou ja, het duurt even voordat ik uh, een knoop doorhak. Ja, wat maar, dat je, maar je hebt ook geen haast met beleggen. Dus nee, ik heb geen haast. Nee, nee. Dus dat past heel goed. Ja. En dan doe je uh, uh, naast, dus dat boek gaat goed, dat blijft nog steeds verkopen. Wellicht ooit ja. een 2,0-versie of iets heel anders in een boek. Ja, ik ben nog steeds van plan. Ja. Maar ik doe geen, kan niks beloven. Nee, nou, dat nee. hoeft ook helemaal niet. Komt goed, komt goed. zolang je, zodra je het straatje loslaat, komt het goed. Als je zo dramatisch ja. blijft lopen stressen, dan wordt het helemaal niks.